Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 22 juni zien we veel wolken boven het westen en het noorden van Europa. In het centrale deel van Europa is weinig bewolking aanwezig, alleen wat stapelwolken. Het weer is daar onder invloed van een hoogdrukgebied. En dat hoogdrukgebied dat blijft daar morgen ook nog liggen en trekt dan geleidelijk aan richting Rusland. In de Benelux en het noordwesten van Frankrijk sleept een frontensysteem en dat zorgt ook later voor ons, bij ons, in onze omgeving, voor een paar stevige regen- en onweersbuien. Vanavond blijft het nog lang warm in ons land met 21 tot 24 graden. Van het zuidwesten uit kan er al een enkel buitje gaan vallen, maar vannacht vallen er zwaardere buien, met name over het westen en het noorden van het land. En daarbij kan lokaal veel regen vallen en is kans op onweer. En met 19 tot 20 graden is het vannacht zwoel. En morgen loopt de temperatuur op naar 25 graden in Noord-Holland tot 30 of 31 graden langs de oostgrens. En dan is het drukkend warm. We zien de zon geregeld, maar er vallen vooral in de middag en avond ook een paar stevige regen- en onweersbuien. Met lokaal veel water, hagel en ook kans op zware windstoten. Houdt u dus de weerberichten in de gaten. Vrijdag is met name in de oostelijke helft van het land nog buiig en vrij warm. Maar van het westen uit stroomt minder warme lucht onze kant op. En dan is het van het weekend minder warm met de temperaturen rond de normale waarde voor de tijd van het jaar. Het wordt 18 tot 22 graden. Het blijft lange tijd droog. De zon die schijnt geregeld, maar lokaal kan er ook een enkele bui vallen. En als we dan kijken naar de temperatuur voor de lange termijn, dan zien we dat de tropische warmte van donderdag niet meer terugkeert. Van het weekend is het koel en ook volgende week blijft de temperatuur rond de normale waarde van 20 graden. Ik ben Diana Boei van Weerplaza.nl.